Deze documentaire is mede mogelijk gemaakt door het Centen IJsselhotel. Achteruit, vast! Hou het vast. Achteruit, vast! Hou het vast, Gerrit. Achteruit, vast! Hou het vast! Vast, hou het vast! Is naar boven? Vast! Hou het vast hier nou. Hou het vast! Je gaat te snel. Achteruit, horizontaal, go on, achteruit! Achteruit, vast! Dickie Baker, achteruit! Vast, now, hou het vast! Blijf normaal ademhalen, goed zo, vast! Vast! Tails, out! Goed zo! Barry, ga je het hier maken? Oh, dat is een moeilijke vraag. We zullen ons daar zijn best doen. Vind jij ook dat er een top 3 is in Nederland? Nou, en komt er dan een hele tijd niks en komt dan bijvoorbeeld Coët? Nou ja, dat moet allemaal de competitie nu gaan uitmaken. Ik geloof dat PSV wil erbij komen. Wij willen ook proberen wat te maken. Ik hoop dat we krijgen meer spannende competitie dan afgelopen jaar. En je vindt Coët doet mee? Ik hoop het. We zullen al iets aan doen. Anders heb je altijd van die krachtige uitspraken. Nu nog een beetje voorzichtig? Nee, helemaal niet. Moet je luisteren. We trainen hard. We werken ontzettend hard om zo hoog mogelijk te eindigen. Maar om te zeggen ik ben landskampioen, dat zeg ik nog niet. Wanneer komt dat? Oh, misschien na een paar 6 wedstrijden. Dat kan je nooit weten. We zullen eventjes rustig geduld afwachten in het begin. Dat was het eerste jaar, dacht ik, dat Hughes trainer werd bij ons. Een Engelse voetballer, laat ik zo zeggen. Tijd! Naar je toe, Kinkie! Er zat een ploeg daar, die was gewoon heel erg goed. Dus de verwachtingen die je had, die waren, ja, nu kom je bij een topclub terecht. Ik was volgens mij de enige jongen echt uit Deventer die in het eerste van Go Ahead speelde. En dat was wel heel bijzonder. Als ik met collega's uit die tijd praat, ik denk dat dat wel die 2 jaar geweest zijn waar ik het meest gelachen heb. Iedereen heeft het altijd wel over betaald voetbal spelen, maar ik had maar één ding. Ik wilde bij Go Ahead spelen. Dat was mijn club. Van jongs af aan. Ik woon aan de andere kant van de IJssel en dit was voor mij, dat was Juf van Het. Ik was gewoon een pingelaar, een linksbuiten. Ik wilde alleen maar de ballen hebben en zoveel mogelijk mensen passeren en goals maken. En dat lukte in die tijd ook best aardig. Dus als ik het bal had, dan gaf ik hem eigenlijk niet meer af. Het was een echte linksbuiten, een goede voetballer, goede technische voetballer, brutaal, echt brutaal. Dat zou je nu niet meer zeggen, maar toen was hij echt brutaal. Had bij wijze van spreken scheid aan alles. Hij had wel zelfkennis. Hij straalde wel uit dat hij niet de minste voetballer was. Maar in de zomer van 1970 haalde Go Ahead nog wel een andere linksbuiten. Zoals Barry mij dat zelf later verteld heeft, toen hij hier begon als trainer, heeft hij met het bestuur gesproken en gevraagd, hebben jullie geen linksbuiten? En toen zeiden ze nee. En toen had hij over mij gehoord. En toen vroeg hij dat, toen zeiden ze nee, veel te lastig. En toen heeft hij Lambert Verdonk gehaald. Lambert was international. Goede linksbuiten. En toen mocht ik meetrainen. En toen werd Hughes wat geïrriteerd. Hij zei van ja, als ik dat geweten had, dan had ik geen extra speler hoeven te kopen. Je voelde ook bescherming, hè? Ik bedoel, ik heb in het veld zo vaak meegemaakt dat ik
als ik een paar schoppen kreeg als linksbuiten van de rechtsback van de tegenpartij, dan zei Jan Vreenstra, laat hem maar een paar keer lopen. En dan knapte zij dat voor me op. Dat was een geweldig gevoel. Maar op de training, als ik een grote mond had, ja, dan werd ik vaak letterlijk van de training geschopt. Dat vond ik ook mijn taak. Mijn taak om jonge spelers die talent hebben, om die rijp te maken voor het voetbal. En voor het eerste team. En dat ze duidelijk de regels leren kennen van hoe is de situatie in de kleedkamer en wat moet er gedaan worden om de top te bereiken. Hier waren, dat noemden ze loges, dat waren gewoon een soort houten blok waar je met z'n vieren in kon zitten. En dat waren de bijzondere plaatsen. En daar mochten wij nooit zitten. Maar toen ik eenmaal hier speelde, ja, dat weet ik nog goed. En mijn vader was zo trots, die mocht dan ook in zo'n loge, een soort box, mocht hij dan zitten. En dan wist ik altijd wel precies waar hij zat. Hij zat gewoon daar volgens mij ergens. Jan Smit? Ja. Dat is zo'n goede benen. Goedemiddag, ja. Dick Beek. Oké, okay, ja. Hallo. Bartje? Ja. Bartje Dick Beek. Ja. 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 Hoi. Ja. Voor jullie. Ja. 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 Nou, let's get it zo met die aanvoerder. Gerrit is hier al hoeveel jaren, Gerrit? Nou, dit is mijn achtste seizoen hier. Achtste seizoen. Is het een goede speler? Ja, hij gaat nu dat ik ben bij hem. Ben je trots op die spelers? Jawel, ze zijn goede jongens. Ja. Kan je niet te veel zeggen dat ze ben trots op, dan krijgen ze kapsones natuurlijk. Dat is Hoeke Joekema. Dat is een goede jongen, Friese jongen. Komt uit Leeuwarden. Goed, hè, Friese? Ja, goede karakter. Dat is Dickie Beek. Dat is de Witte Tornado. Dat is Rudy Geels vanaf Feyenoord. Dat is wel een bekende voor al de viewers. Wat kost een speler nou? Rudy? Oh, ontzettend veel geld. Dat is een dure jongen. Een dure jongen. Hoe is dat? Nou, ik heb geen idee. Ik wil liever niet over bedragen noemen. En dat is onze Bikkel. Dat is Jantje Veenstra. Dat is onze middenveldspeler. Doet hij erg goed op deze competitie. Zijn eerste jaar in het middenveld. Maar hij doet het prima. Het is een vrij kleine speler. Nou, dat geeft niet. Het is allemaal graniet. Hè? Het is allemaal graniet. Kom op, we gaan werken. Allee. Ik heb Joek altijd een geweldige trainer gevonden, een coach, die een geweldige motivator. Hij deed het op zijn manier en dat sprak niet altijd iedereen aan. Maar voetballers over het algemeen wel hoor, die vonden het prachtig. Het was een trainer, die kon je totaal gek maken. Ik weet nog goed dat we Ajax uit moesten spelen. En de hele week, ja, ging die naar je toe en zeggen van, ja, dit, dat. Nou, ik stond tegenover Cruijff. Nou, ik ging er naartoe en ik denk van, ja, wat is Cruijff nou, bij wijze van spreken. Ik vind het echt een people manager. Hij zocht je persoonlijk eigenlijk op en zei van, zo en zo moet het gebeuren. Ja, hij deed altijd, na elke training, weddenschap, sloot er weddenschappen af met allerlei gekke dingen. Hier achter die tribunes, ik weet niet of het nog eens, had je twee muurtjes met tussenin een urinoir. En dan, die muren hadden verschillende hoogtes. En dan moesten van afstand weddenschappen wie die ballen daar precies daar tussen die twee muurtjes in kon trappen. Na de training dan moest je hem erin schieten, maar hij kon er aan twee kanten uitrollen. En dan ging er altijd eentje eerst en dan... Nou ja, als dat ding erin bleef, hij rolde eruit. Maar die bleef dan in die wc zitten. En dan, dan riep ik of Henk van het of zo. Joks, jij bent aan de beurt. En ging die nou in die wc, dan hoorde je zo die bal zo heen en weer stuiten. Maar diegene die erin zat, die rolde hem een heel zachtjes eruit. Weet je wel. Nee, die fucking altijd pech, zei hij. Maar hij heeft het nooit doorgehad. Wij hebben hem nooit laten winnen. Altijd zat er alleen in die urine waar hij het ding eruit rolde. Nou, Barry was gewoon een goede stemmingmaker. Dat hoor je ook wel van de verhalen vandaag. Dus op een gegeven moment, en het was gewoon ook wel een... Hij richtte zijn aandacht ook wel op de, op de,
op de basisconditie. Kom aan nou, goed, Dirk! Plat, kom aan, net zijn kop missen, net zijn kop missen, allee op! Kom aan, hij stelt het! En terug, kom along, duiken along, allee, aan weg! Doe het, hop! Juist, klasse! Kom aan, hop, op, kom op! Kom aan, het is niks, het is snel, het is toch geen kwaad! Hop, kom aan, move! Ging eigenlijk vrij hard te keren eigenlijk, qua oefeningen. Je moest soms konijnensprongen maken, ja, zodat je s'avonds naar huis toe nauwelijks de trappen op kon. We hadden 7 jaar met vader ons gewerkt en dat was voor ons een hele omschakeling. Vader ons was een trainer die verzorgd voetbal speelde, wou spelen en Hughes was typische Engelsman. Come on now, Colin! Come on, push your sprint, keep your been up! Come on, push on it, ja, be me, yeah! Niet om je heen kijken, vier me, kijk vooruit in leven! Nog 5 seconden, go on, Root! Out! Whistler, goed zo! Harry Hughes, als ik hem mag kwalificeren, dan is dat een beetje een entertainer. Met veel gevoel voor humor en verhalen en ook heel veel druk achter presteren, knokken enzovoort. En dat was denk ik de basis voor zijn manier van werken. Ik weet nog goed dat we kregen een nieuwe speler, Theo van Toledo. En Theo was toen van Excelsior en Theo was iets te zwaar. En in de voorbereiding, Hughes liet ons vaak en veel lopen, moesten veel duurlopen maken. Ja, daar had ik dus echt een ongelooflijke hekel aan, maar niet alleen ik. En dan zei hij gewoon, nou, jullie moeten zo lang lopen, maar jullie moeten wel allemaal samen tegelijk aankomen. Ja, en op een gegeven moment, Theo kon niet meer. Ja, dus wij moesten Theo meenemen. Dus die werd gewoon gedragen door de spelers. We moesten wel blijven lopen en uiteindelijk zeg maar samen over de streep komen. Go now, come on! 15 seconden, come on! Gary, niet om je heen kijken. Come on, push on it. Ja, pin je duwers af. Out! Goed zo. Blijf in, niet rollen. Ja, kom maar uit. Ja, Bikkel. Ja, kom eruit. Ja, hij was zeker niet traditioneel. Hij had zo zijn eigen ideeën erover en ik kwam altijd toch wel met nieuwe ideeën om input te geven en prikkels te geven naar de spelers toe. Hij kwam op een gegeven moment met het idee van, jongens, nu weet ik het, we gaan... We gaan trainen met etalagepoppen. En ja, de trainingsveld ligt hierachter. En daar stond een hele grote houten keet. En wij gingen trainen. En toen zei hij, ja, kom allemaal naar die keet, de deur open. En daar had hij al die etalagepoppen neergezet. Met shirtjes aan. Dan moesten we allemaal zo'n poppen daar uithalen en ergens op het veld neerzetten. We moesten daar tegen spelen, oefening en Dick Beek als spits, ja, die liep zelf een etalagepop omver. Oké, zet hij nu een muur neer. Nou, een vrouw is van achteren mooier dan van voren, dus ik zat eigenlijk op het mooiste gedeelte. Ja, ze hadden allemaal een shirtje van Go Ahead al en sommigen stonden de hoofden nog op. Ze hadden zwarte puntschoenen aan, geen echte voetbalschoenen natuurlijk, dat hoeven ook niet. Maar het gezicht was een beetje apart. Ik kan me nog herinneren dat Ruud Geesman op het veld kwam en bij al die etalagepoppen een hand gaf. En daar viel ook een arm uit zo'n ja, zij stelden ze haar voor, zo Geesman. Hij had ze dus gewoon klaarstaan en we stonden er al in. En Ruud Geesman die staat een meter of 10 van af en die wil zo'n lopje eroverheen gaan. Bam, kop eraf. Nou, jongen. Ja, hij was helemaal van het padje af toen. Ik vond daar dus niet zo heel veel aan, want ik heb liever gewoon met tegenstanders die dan ook nog een keer in de weg lopen. En ik heb het niet na kunnen laten om, toen Berry mij vroeg of ik een pop wilde verzetten in verband met de opstelling, dat ik dus één pop op mijn schouder neerlegde en dat ik dan draaide en misschien met de ene kop tegen de andere kop, dat wist ik wel. En er stond 100 man stond daar in de hoek bij die ene pisbak te kijken en ja, die hebben zijn rug gelachen, alleen hij begon behoorlijk om me te schelden. Daar was niet zo blij mee. Op een gegeven moment had geen enkele pop nog armen en alles werd eraf geschoten natuurlijk. Maar die poppen waren uiteindelijk later nog beter dan wij, geloof ik.
persconferentie daarna, want dat was natuurlijk heel druk A voor Ajax, maar ook dat gezeur met die poppen. En toen zei hij, ja Joeks, wat denk jij van de wedstrijd tegen Ajax? Ja, toen zei hij, ik ben niet zo positief gesteld. Zijn. Ja, hij zei, we hebben net met 3-2 van die etalagepoppen verloren. Voor een wedstrijd, een trainer van de andere ploeg u geluk wenst, wat denkt u dan? Flauwekul, ouwe hoer. Allemaal ouwe hoer. Het slaat nergens op. Omdat als een collega van mij veel succes wenst, dan is het een huigelaar. Hij wenst mij helemaal geen succes. Hij hoopt dat ik verlies. Dat is zijn vak ook. En ik wens niemand succes. Ik wens Go Ahead succes en meer niet. Go, uitkomen, come on. Allee, 15 seconden, come on, Bukul. Push on it, ja. Come on now, meer. Come on. Je gaat erin, Lambertje, doe eens of je sterft. Out. Good stuff. Heeft voetbal iets met oorlog te maken? Hey? Heeft voetbal iets met oorlog te maken? Met oorlog? Nou, het is wel. Het is een beetje vreemd. Ik noem het wel een oorlog op zondag. Ik bouw, laten we zeggen, deze zijn soldaten. Ik bouw ze voor de grote oorlog op een zondag natuurlijk. Mijn vijand is de tegenstander. Zoals aanstaande zondag is de vijand de Haarlem. Maar dat zou dus eigenlijk impliceren dat de spelers elkaar moeten haten? Ik eis dat op het moment dat zij spelen, moesten ze haten de tegenstander. Maar na de wedstrijd, dan voor mij mogen ze rustig aan wat samen nemen. Maar tijdens dat wedstrijd moest er een bepaalde haat, dat eis ik. Ik eis voor de wedstrijd, ze mag niet met elkaar gaan praten. Daar hou ik niet van. Houdt u van de spelers? Ja, op mijn manier wel. Op mijn manier wel niet. Absoluut. Spartak niet. Mooi. Dat was bij in het Sparta Stadion, ja. Zo, die sliding. Ja, daar kom ik in bal zitten. De Sparta. Oh, dat is gevaarlijk. Ja, oh, dat scoort Sparta 1-0. Daar is Sparta aan de rechterkant. Oeh, tegen de paal. En die blijft 1-0. Blijft 1-0. Ja, dat is Van Marwijk. Zo! Ja, daar heb ik de bal. Ja, en ik speel hem door. Daar ben ik op. Ja, mijn voorzet komt aan. Ja, oh ja. Ja, oh ja, ja. Hele mooie kop. Aan de linkerkant. De bal wordt ingebracht door Veenstra, denk ik. De bal wordt min of meer slecht weggewerkt. Dat is een kopgoal van Ruud Gerrits. Ja, heel goed. Wij winnen met 2-1 volgens mij. Ja. Ja, wij winnen met 2-1. Eerste goal van mij, een tweede goal van Ruud Gerrits. Ja, dat was een hele belangrijke wedstrijd. Mooi, ja, leuk. Barry was niet niet de allerbeste chauffeur. Ik heb 2 keer in mijn leven een hartaanval gehad. Die tweede keer zal ik je niet vertellen. De eerste keer was op de weg Haarlem, Apeldoorn, Deventer met Joeks in zijn MG. God, hij kon er geen reet van. Had al vrij veel moeite om hier tussendoor te rijden. Hij kon er geen reet van, ook niet. Maar achteruit rijden, toen stapte ik al uit. Maar vooruit kon hij het al niet. Volgens mij heeft hij dat muurtje wel een aantal keren geraakt, ja. Daar moesten we altijd vreselijk om lachen. Maar dat soort dingen dolde ik de trainer niet. Ik was nog heel erg jong, dus ik lachte meestal. En de oude garde, die zeiden hem dat wel, ja. Met name Nico. Nico van Zochel. Dat was wel altijd lachen. Hij had een MGB. MGB has rack and pinion steering, race season suspension.
wij reden een Opeltje. Ik reed nog in mijn Mini, geloof ik. Mini met twee kinderen. En, maar er kwam Betje aan in zijn Triumph. Spitfire. Iedereen had wel zijn eigen plekje in, zonder dat er borden bij stonden. Iedereen die zette altijd op dezelfde plek de auto neer. En Joeks uiteraard ook, dus ik zei, nou ja, Bert had een sportwagentje gekocht. En daar was hij zo trots op als een hond met zeven dingen. Ik wilde eigenlijk de auto van Ruud Geels graag kopen. Die had een Opel GT. Geweldig mooi vond ik dat. Maar ja, die was voor mij net iets te duur. En toen heb ik een Triumph Spitfire gekocht. Ik zei, je moet hem even op die plek zetten waar de Joeks hier zit. En je zet hem even op die plek van Joeks. Nou ja, en dan kan je wel nagaan dat er altijd iets uit ontstond. En toen heeft Van Zochel daar werk van gemaakt. Die is naar Joeks gegaan. En kijk, die jongen van Marwijk nou, die zet zijn auto, een nieuwe auto naast die van jou. En heeft Joeks een beetje opgenaaid. Ja, daar hebben zij er heel erg om gelachen. Naar hem toe, Hoekie! Kom, John! Hey, daar zit hij! Nou, juist, daar zit hij! Ja, omgebrengen! Ja. Hé! Hey. Dit is dus de kant van Deventer waar ik opgegroeid ben. En ja, ik heb mijn hele jeugd zeg maar hier doorgebracht. Aan deze kant van de IJssel, maar ook letterlijk hier. We hebben gezworven hier langs de IJssel, alles gedaan. Hierachter een groot park waar we na de speeltijd nog gingen voetballen. En hier heb ik gevist, gezwommen. Dat pontje, daar ben ik weet niet hoe vaak mee naar de overkant gegaan. En die brug daar, die heb ik tot vervelens toe overgefietst. Maar ja, dit is, als ik hier zit, ja, dan flitst gewoon mijn hele jeugd zo door me heen. Want zeg maar van links tot rechts, die kant op richting Terwolde. En daar naar Willep, daar een aantal kilometers verderop, ja, dat was ons terrein. Met alle vrienden hier uit de buurt spookte van alles uit. Ongelooflijk dit. Ja. Hier kwam ik uit. Ja, hier kwam ik uit. Hier woonde je uit? Ja. Dit was de achtertuin? Ja. Dan liep ik hier zo. Ga ik in. Dit is wel heel bijzonder, jongens. Dit is wel. Dit is wel meer dan 50 jaar geleden dat ik hier gestaan heb. Bijna. Nee, dat is niet waar. 45 jaar. Precies hetzelfde nog. Ik heb hier mijn hele jeugd doorgebracht. Hè? En dit gangetje. Ik nam altijd een bal mee. Over waar ik heen ging, of naar een school ging of weet ik veel. Altijd met een bal. Werden mensen daar ook niet een beetje gek van? Ja, ik weet niet hoeveel ruiten hier kapot schoten. De mensen die vonden dat niet altijd leuk, nee. Deze wijk die is gebouwd toen ik zeg maar geboren werd. En ik ben ook in dat huis geboren. Oud was ik, denk ik jaar 4 of zo, dat je daar naar school ging. Dus het was voor mij maar een klein stukje. Ik stak hier over en dan ging ik naar school. En eentje verder was de speeltuin. Hierachter was een pleintje op van die kleuterschool, zeg maar. We maakten allemaal gaten in de hekken, dat ik zo die speeltuin in kon. Kijk, hier zijn wij eigenlijk opgegroeid. Hè? En hier ben je ook, werd ik ook gevormd. En we deden eigenlijk van alles, maar voetballen de hele dag. Maar dat deden jongens mee van 15, 20, 25. Ja, ja, ja.
Maar, en ik was zeg maar 7, 8, 9 jaar. Dus je moest tegen van alles en iedereen opboksen. Ja, dat is natuurlijk wel... Hey mannen, hoe is het? Gebroeders Nales. Ja, jongens. Hey. Hoe komt het dat jij niet grijs bent en je broer wel? Oh, hij is wel een stuk jonger, hè? Ja? Kleurspoeding, ja. Kind. Ja. Hey, ja. Leuk. Jullie vader heeft mij toen bij Activia opgegeven. Klopt. Want ik was 7 jaar en ik wilde naar Go Ahead. Ja. En dat mocht niet, want je moest 8 jaar zijn. Dat klopt, ja. En toen zei jouw vader, kom maar bij ons. Ja. Dan geven we jou op voor 8 jaar. Ja. Ja. Jij hebt, denk ik, 2 jaar bij Activia gespeeld. En 2 jaar bij Activia gespeeld, ja. Ja. Activia is de buurtclub. Ja. 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 En we waren wel trots dat hier het Bert van Marwijkplein kwam. Ja. Dat is niet heel toevallig, want ik ben voorzitter van de straatnamencommissie nog altijd en dat was ik toen ook. En normaal dan mogen we alleen straatnamen naar personen noemen die overleden zijn. Okay. Maar hier hebben we een uitzondering gemaakt. Bovendien, het is historische grond. Maar het voordeel was dat er geen huizen aan liggen. Dus geen? Huizen aan liggen. Dus huisnummers hoef je niet te veranderen. Anders krijg je altijd weer bezwaren van bewoners die dan schadevergoeding willen. Okay. Dus dit is een centrale plek, hè? Waar de hele worp kwam hier eigenlijk samen altijd. Ja. S'avonds dan deden we putjebal. Ja. Kom bij jou daar, want dan had je van die hoge stoep. Ja, ja, ja. En, ja dan moest je dus met de tennisbal in die put proberen. Ja. En als die bal erin lag, dan moest je de bal weer uit de put halen. En die was soms zo diep dat je een ander aan de benen moest vasthouden om die bal te kunnen. Dus die zware putdeksel eraf halen. Ja, en dan ja, ja. Eentje ging dan altijd die put en die bal te pakken. Toch wel. Maar s'avonds werd er altijd een partij georganiseerd. Ja. Even kijken hoeveel mensen er waren. 15 tegen 15. Ja. Ja. En als je te laat was, dan kon je niet meer meedoen. Dan moest je eerst wachten tot er iemand wegging. Ja. En dan mocht je meedoen. Ja. En dat deden we met poten. Hè. Ja. Ik was altijd poten, algemene reserve. Maar ja, ik bedoel wat ik al zei. Ik speelde het eerst van Go Ahead en ik ging hier naar in de speeltuin voetballen s'avonds. Ja. Ja. Dat was ook gewoon. Niemand had ook capsones wat dat betreft. Nou, die lange zij ook, heb ik gedaan. Kijk, dat begint als een grap waar je niet over nadenkt. Wij hadden een hok waar alle voetbalschoenen op nummer stonden. En dan liep je langs de trainingskamer. En ja, daar stak een sleutel uit en dat was op vrijdag. En hij zat te praten met een verslaggever van Deventer Dagblad. En ik draaide die sleutel om. Wij moesten om 2:30 trainen. We gingen langs de kleedkamer en riepen, Joeks! Kom je nou? We moeten trainen. 2:30. Wij mogen ook niet te laat komen. En wij trainden op dat veldje precies waar hij de trainingskamer op uitkeek. En Van Brussel was assistent trainer en ik liep naar buiten toe en ik zei tegen hem, ik zeg maar dat Joek nou, want dit is 2:30. Wel wetende dat hij er niet uit kon en ja, dat duurde 10 minuten. Toen ging Van Brussel naar binnen en ja, die Joekje was laaiend en die zei, vanmiddag trainen we niet. We trainen om 6:00. Nou ja, goed, dat gaf natuurlijk een heleboel huizen. Dus ik zei tegen Van Brussel, ik moet tegen Joek zeggen dat ik die deur op slot gedaan heb. En dat hij me er maar een boete voor moet geven. Daar hoef ik niet de hele elftal voor te pakken. Als hij op dat moment had tegen de assistenttrainer gezegd, doe die deur open. En had ons afgeknepen, ja, in die 1,5 uur helemaal dood laten maken. Ja, was het open geweest. Ja, toen hebben we met z'n allen gezegd van, nou ja, doen we dat of doen we dat niet? En ja, goed, we hebben gewoon gezegd, het is natuurlijk onzin. Hij wist A, wie het gedaan had. En B, is dat een straf die nergens op slaat om 6:00 gaan trainen in plaats van 2:30. Ik weer terug naar Joeks en zeggen van, trainer, moet ik luisteren, we komen niet om 5:00. Nou, je ziet het wel, je ziet het wel. Daar keek ik ook van op, dat ze dat dorsten. Ik deed wel mee, want ik hoorde bij de groep. Maar ik vond dat, ik heb ze dat nooit verteld, maar ik vond, godverdomme, dat jullie dat durven. Maar als je het als groep doet, kan Joeks ook niks meer doen. Ze zijn naar huis gegaan en volgens mij moesten we dat weekend spelen tegen NEC. En toen wilde Joeks het eerste elftal niet laten spelen. Dan wilde hij met de tweede elftal daarheen gaan. Vooral doen, zeiden ze. Vooral, moeten we ze brengen? Nee, dat win je niet. Toen kwam de voorzitter erbij. De jong, dat was een ex-militair, en die dacht even,
rustig voorzittersbaantje te hebben. En die zegt van, ja, die begon bijna te huilen in de kleedkamer. Zeg van, ja, maar jongens, daar ben ik geen voorzitter voor geworden. Want die wordt het gedonderd met Hughes eigenlijk helemaal niet hebben. Toen had je een dubbel programma. Het eerste speelde tegen NEC en het tweede een dag ervoor. Dus wij kregen om een uur of zeven kregen we een telegram dat we op moesten draven voor het tweede elftal op zaterdag. En nou ja, dat was natuurlijk al hilariteit. En toen we daar, ja, net onder Nijmegen kregen we een telefoontje dat van de KNVB uit niet door kon gaan, want dat was beïnvloeding van de Toto. Kom jij al mee? In de Achterhoek. Die ik gehad heb. Die spelen toen, volgens mij spelen we nu wat bij de selectie zitten. Oh ja? Ja. Hoe lang is dat geleden dan? Ik ben weggegaan. Thijsier? Thijsier, zeg je dat wel? Ja, klopt. Rechts van de schoorsteen. Ja, en dat was ook. En daarboven in die andere schoorsteen hing de fiets van die Tilburg. Oh, je loopt te veel met de bal, dat voelen. Ja. In plaats van. Kom een bal erin. Oh, dat voelt wel. Ja, ja. Wel jammer. Ja. Dat is wel fit uit die gasten. Ja. Dat heb ik niet meer. Mijn knie is zo slecht. Zo. Maar je hebt niks veranderd, denk ik. Dat was vroeger ook al zo. Dat is wel een knappe ploeg, jongens. Dit soort balletjes heb ik in handschoenen nodig, hoor. Maar weet je, was jij dat met die paraffine? Ja. Of die knie? Ja. Met die blaren. Die paraffine... Doorbuiten zijn. Nee, maar als die paraffine veel te oud was... Dan werd dat gewoon veel te warm. Dus op een gegeven moment, hij was dan een beetje bang. En nee, zei Hughes, niet zeiken. En zo die paraffine erop. Hij sprong bij een gat. Helemaal verbrand. De brandblaren. Ja. Ja. Zeg, en dan het mooiste nog, zeiden mij van, heet van het vuurtje, hè? Je hebt gewoon een paar weken niet kunnen spelen. Nee, het was de eerste keer dat ik echt geblesseerd was. Maar ik zie hem nog zo, hij pakte dat zelf vast. Hij zei, nee, je moet niet zeiken, gewoon even bijten. Hey, maar Bert, is een mooi verhaal, dat moet jij ook nog weten. Voor de wedstrijd lag er altijd kauwgom. En op een gegeven moment wil ik een kauwgompje nemen, niks meer. Dus ik zei, Hughes, is er geen kauwgom, wordt het te duur? Hij zei, nee, ik heb 5 pakjes neergelegd en zo. Nou ja, kauwgom op. En er werd nog een pakje gehaald, dus we nemen rustig nog een kauwgompje. We zijn halverwege de wedstrijd en Bert is links buiten. Die liep voor die duck-out waar Barry ook zat. En die spuugt zijn kauwgom uit. Dat was hij zat. En het was zo'n kont. Toen zegt Hughes, fucking hell, nou weet ik waar die kauwgom gebleven is. Prachtig, hè? Het zijn wel mijn 2 mooiste jaren geweest. Ja, ik kan er een boek over schrijven. En ik vond hem ook een goede trainer. En hij was ook zijn tijd misschien wel ver vooruit. Want tegenwoordig hebben we het allemaal over paas en trappen. Dat doe ik zelf ook. Maar dat deed hij ook al. En dan maakte hij helemaal gek. Alleen, ja, het leuke vond ik altijd, dan had hij 4 of 5 of 6 stations. En bij elke pion stonden dan 4, 5 jongens. En dan zei hij, ja, paas, en dan moest je... Maar na een paar minuten stond er bij 1 pion stond niemand meer. En dan snapte hij niet hoe dat kwam. Worden de jongens goed verzorgd? Nou, wij, ik geloof dat wij zijn een van de beste in Nederland wat verzorging betreft. Wij verzorgen alles. Als je ziet om je heen, alle trainingspakken worden verzorgd. Speciaal sneeuwschoenen.
handdoeken, zeep, shampoo, alles. De jongens gaan nu naar huis met niks in handen. Dus er zijn rempaden, de jongens. Je moest voor alles voor ze versieren. Omdat het is, elke jongen is geld waard voor die hele is dat niet, zaak. Is dat niet een beetje onmenselijk gedacht om te zeggen dat zijn renpaarden? Nou nee, rempaard is misschien een beetje het verkeerde woord. Maar laten we zeggen, een rempaard is verzorgd tot alle details. En ik hou van voetballen, maar ze ook verzorgd precies. Daarom zeg ik een rempaard. Wat mag u van een speler verwachten? Alles. Tijdens de competitie, ik verwacht alles van ze. En dat is veel. Hoeveel is dat? 100%. Altijd. 99% hoort niet bij mij en het hoort niet bij de jongens. Kom over en kom op, niet happen! Wat ik me nog van kan herinneren, hadden zij het hele elftal zeg maar, door elkaar gegooid. En Hein Stuy ging volgens mij in de spits spelen. Er werd al over gesproken, maar niemand geloofde dat eigenlijk. Want ja, nou ja, eigenlijk zou dat niet moeten kunnen. Dan moet je action roepen. Action roep je dan. Ja. Dagen in de week ben ik hier wel. En al is het alleen maar om gedachten te zeggen. Dit zijn uw vrienden? Ja, maar ja, het is hartstikke gezellig. Het is nog een beetje droogkloterig publiek, maar over het algemeen zijn ze heel grappig en heel gezellig. Maar ja, er moet een borreltje in en dan komt het wat los, hè. Dus geef nog maar een rondje. Behalve Hulschop de Keizer. Keizer buitenom, zeer goed. Prachtig ingeschat, is het doelpunt. Ja, ja. Een doelpunt van Dick van Dijk op een voorzet van Piet Keizer. Het is natuurlijk heel belangrijk. Fijn dat het jaar ervoor gewonnen. Ajax wint hem, want het een jaar later. Heel Europa ligt aan je voeten. Wat wil je dan nog meer? Dat is toch fantastisch? Aanvoerder Vazovic kreeg de Europa Cup, die Ajax 2 jaar geleden niet had kunnen veroveren. Het grote feest kon beginnen. Toen wij de laatste wedstrijd, of één na de laatste wedstrijd van de competitie speelden tegen Feyenoord thuis in het Olympisch Stadion, moest ik verschillende keren heel ver uit mijn doel lopen. En Michel zegt van dat mag je niet doen tegen Panathinaikos of Wembley. Ik zeg, nou ja, hij zegt, maar ik voetbalde graag mee met positiespel in de training. Dan voetbalde ik ook graag mee. Toen zegt Michels, als we nou de laatste wedstrijd spelen en jij houdt een nul tegen Panathinaikos, dan mag jij de laatste wedstrijd in de spits spelen. En dat was een weddenschap en ja, hij hield zich daaraan. Ik had gehoopt dat hij dat ongedaan zou maken, maar hij hield zich eraan. En zodoende heb ik tegen Go Ahead in de spits gespeeld. Een uur voor de wedstrijd dat we de opstellingen bekend werden en dat Stuy in de spits stond en alles door elkaar zag. Nou, en ik ben toen echt pissig geworden, want wij hadden toen misschien 15.000, 20.000 mensen, ja, die Ajax ook wou feliciteren. Ja, en dan een van de mooiste wedstrijden van het seizoen, dat je dan neem je dus de toeschouwers niet serieus. Als je één speler of twee spelers op een andere positie zet, maar als de keeper in de spits gaat spelen, ja, dan dat getuigt niet van veel respect voor de tegenstander natuurlijk. Maar ja, wat ik al zei, wij werden daardoor extra gemotiveerd en onze coach was boos. Maar toen hij dit hoorde, werd hij des duivels, want dan voelt hij zich ook persoonlijk aangepakt. Dus kreeg je een voorbereiding voor de wedstrijd, alsof je de Europa Cup moet winnen. Toen liepen we het veld op en Barry Hoeks staat zo langs de lijn en die zegt, daar heb je de fucking goalkeeper staying in de spits.
How is that possible? Er werd altijd gepraat over de professionaliteit van Michels. Ja, maar daar past deze manoeuvre niet in natuurlijk. Ruud Zurendonk, Zuurbier, Neesjes. Ja, Cruijff. Ja, dit is voor de wedstrijd. Ajax had de Europa Cup gewonnen en wij gaven ze een bos bloemen en nog een David de Koek. Jan Smit. Henk Koenders. Jan Veenstra. Verdedigend zie ik nu Stuyl tegenover mij. En ik kan me herinneren dat ik hem af en toe nog even voor de poot heb geschopt. Zo kwaad was ik dat hij in de spits stond. Want dit doe je niet tegen voor 24.000 toeschouwers. Ja, nu heb ik de bal. Oh ja. Denk je? Ja, het gaat bewegen. Ja, dat is een assist. Aardige actie. En dan zie je de achterlijn halen en de bal voortrekken, wat je tegenwoordig heel weinig meer ziet. Ja, Zuurbier stond rechts buiten volgens mij. Horst Plankenburg, ja. Muren. Sjaak Zwart. Nee, Colin Witsers haalde hem net uit. Toen deed Ajax op een gegeven moment toch er wat aan, want ze wouden niet verliezen. Maar wij zijn nog steeds in de aanval. Ruud Zurendonk. Daar heb ik later nog bij AZ mee gespeeld. Er staat nu volgens mij 1-1. Dat was Zuurbier, dacht ik. Naar Bert van Marwijk. Bert van Marwijk komt ook nog altijd met de kousen naar beneden. Die weer aan de... Weer een assist. Oude Wesseling. 2-1. Ruud Geels. Leuk, hè? Ruud Geels hier. Maakt het 3-1. En de 3-1 door Oekie Hoekema. En deze scoort Oekie hier. Geestman. En de 4-1 weer door Oekie Hoekema. En dan zie je toch dat het publiek enthousiast is. Penalty van Muren. Strafschop wordt gemist. Tegen de paal. En het bleef gewoon 4-1. Ruud Geesman, die gehaakt werd. En ook wij kregen een strafschop. Leuk. Ik heb helemaal niks van vroeger. Ik ben heel slordig in die dingen. Leuk om te zien. Het is klaar. Achteraf viel het me een beetje tegen. Omdat ik te veel wilde werken. Ik wilde overal tegelijk zijn en dat kan niet. Je moest vanuit je positie spelen. Ik was natuurlijk ook maar een simpele jongen. Je denkt toch zeker niet dat ze voor niks daar dat doelgebied en dat strafgebied hebben gemaakt. Want dat mag je niet uit. Nou, dat hebben ze, volgens mij hebben ze dat voor mij gedaan. Als je dan buiten dat gebied komt, ja, dan heb je toch een veel groter terrein. Hè? En Stuyl die liep te rauzen in de spits. Nou, het was niet om aan te zien. Volgens mij Zuurbier en Stuyl zichzelf blesseren. Omdat ze tegen elkaar aanliepen. Het was uit de strafschop die werd genomen door Gerry Muren.
Die dacht ik op de paal schoot en de bal terugkwam. En ik dacht hem dan even keihard in te schieten. Maar Subië, die meer snelheid had dan ik, die was me even voor. En toen schoot ik zo tegen Subië achter, tegen zijn knie, in zijn knieholte. Dus die was een paar weken geblesseerd. En ik denk dat wij hem ook nog af en toe ook nog wel flink voor de, op de tenen hebben gestaan of tegen de schenen hebben geschopt. Nou ja, schoppen. Ja. Ik was wel heel enig, ze schopten mij niet zo gauw hoor. Toen ik in Ajax 1 kwam, Michels trainer was, heb ik het record gevestigd van 1082 minuten, de nul houden. Dan heb ik even in de boek even nagekeken. Dat was in totaal 24 keer over het hele seizoen de nul. Maar ja, alleen op de laatste wedstrijd tegen Go Ahead heb ik in de spits gespeeld. En toen heb ik mijn trofee verspeeld van de minst gepasseerde keeper van het seizoen. En dat werd toen Piet Schrijvers. Dus ja, dat wist ik ook niet. Daar heb ik niet bij stilgestaan. Want anders had ik misschien nooit in de spits gespeeld tegen Go Ahead. Bert van Warren, een goede linksbuiten. En ik kan me herinneren, na het winnen van de eerste Europa Cup zijn we met vakantie gegaan naar Lloret de Mar in Spanje. En daar was een Norman heette die van zijn voornaam. Dat was volgens mij was dat een Argentijn of zo. Die had daar een drukkerij en die zegt, ik organiseerde voetbalwedstrijden hier in het stadion. En zou jij, want Krol was er en er waren jongens van Ajax 2, er waren heel veel bekende voetballers waren daar in Lloret de Mar. En zouden we een wedstrijd kunnen spelen tegen de plaatselijke vereniging? Ik zit in een hotel, s'avonds in ons hotel te eten. En dan word ik op de schouders getikt. Dan staat Hein Stuijen voor mijn neus. En hij zegt, heb je geen zin om te voetballen? Ik zeg, ja, ik wil voetballen. Ik zeg, maar ik heb geen voetbalschoenen bij me. Nou, ja, dat regelen wij wel. Dus ik kom daar s'avonds aan. Er zaten 4.500 mensen. Ja. En die jongens hadden voetbalschoenen voor mij geregeld. Ja. Rinus Israël deed mee. Chris Dekker. Johnny Rep. Nico van Zochel was er. Ja, Hein Stuijen. We stonden met 4-1 voor. En het was vlak voor tijd. En ik kreeg de bal op de middellijn en ik kon zo naar de goal. In mijn eentje. Nou ja, Bert van Marhout, ja, passeer drie man. En Rinus die staat alleen voor die goal, die had hem alleen maar voor het inschieten. Gaat die Bert van Marhout gaat die bal zelf schieten en die keeper haalt hem eruit. Heb je toch op zijn domme gat van die Rinus Israël? En ik zei, ah Rinus, kom maar. Ik 4-1. Nee, dat maakt niet uit, zegt hij. Dat doen we niet. Je moet hem gewoon geven. Dus ik kon dat niet goed maken met hem. Hij wou niks meer van me weten. Hij zegt, als je dat nou doet, dan doe je het dadelijk in de wedstrijd, doe je precies hetzelfde, zegt hij. Ja, s'avonds feesten was hij nog boos. Later heb ik daar heel even samen hartelijk om gelachen, maar zelfs daar heb ik wel wat van geleerd. Ja, goed, dit is de straat waar ik... Dit is de villa-wijk van David. Ja, dit is het. Vroeger hing er altijd een touwtje uit de brievenbus. Hè? Het is piepklein, maar ik heb daar een geweldige tijd gehad. Toen ik, volgens mij was ik 18, hadden we het einde van het seizoen van Go Ahead. Aan de IJssel, bij het IJsselhotel. Dat is aan deze kant van de IJssel. En ik zou de volgende dag met Dick Snyder naar Rotterdam gaan om met Feyenoord te praten. En op de een of andere manier is hij daar achter gekomen. En dat feest was afgelopen en ik ben gewoon naar huis gelopen. En bleek hij de volgende ochtend, al heel vroeg stond hij hier, had hij hier de auto geparkeerd. Ja, die heb je gestaan. Hij op 5 uur 's morgens stond hij in zijn auto. En hij had hem vermoord is een beetje overdreven. Maar volgens mij had hij hem met handkussen had hij hem vastgezet. Die kwam niet uit Deventer vandaan. Mijn moeder maakte me wakker om 6:30. En toen zat Joeks in één keer met een contract beneden op de bank. Van je moet tekenen, je moet hier blijven. Ja, toen ben ik uiteindelijk met hem naar mijn vader gegaan. Die was al op zijn werk. En toen heeft hij mij echt overgehaald. Dan ben ik echt voor hem ook in Deventer gebleven. Dat was Joeks, dat was zo. Barry flikte dat zo. Ja, dat verwachten we eigenlijk wel van. We zouden er zelf niet op komen, maar dus, dat verbaast hij helemaal niet van. Ja, het is in ieder geval niet iets wat dagelijks gebeurt.
Maar het zegt wel wat over Hughes. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Die wordt dat daar verteld en die zegt, nou weet je, dan ga ik er gewoon gelijk heen. En dan wacht ik net zo lang tot hij bij wijze van spreken naar buiten komt. Kessler en Hughes hebben een verleden, dus dat waren nog niet de grootste vrienden. Aan Jos Kessler had hij een ekel. Dus daar heeft hij ook een keer met zo'n blaasdingetje heeft hij hem gek gemaakt toen hij bij Haan trainer was en zat Kessler bij AZ. En dat is ook de hele wereld overgaan volgens mij. Dat waren twee tegenpolen. En dat liet hij ook duidelijk merken hoor. Well, it was a planned thing, you know. I was forced to go and take my Dutch diploma because I had my English diploma. And Kessler was the director of coaching then. And he gave me 2 years of hell, you know. And I bought that little toy, or that tutor, and I thought if the team plays well and we win the game, every time we score a goal, I'll go with him, you know. And it went well, the team played wonderful, and we won the game 3-2. So every moment he came out of the dugout and he wanted to say something, I shouted, "Hey, George." And it was just like that man on Have You Been Served, you know, I don't know if you've seen that series. That he turns around to the boss and he goes like this, and I did that. You know, I made a fool of him just like I wanted to, because he made a fool of me on the courses. Hoe voelt u zich als u een wedstrijd verloren heeft? Nou, helaas, het waardeloos. Je kan een beetje aan mijn vrouw vragen. Dat is zo'n vraag. Als ik thuis kom, ze belt meteen op. Ze zegt, nou, er komt niemand vanavond. En dat is mij goed. En dan ga ik naar huis en dan wil ik gewoon zitten met de tweetjes en een beetje koffie drinken. Helemaal kapot. Helemaal. Als je nog gewonnen hebt? Oh, dan mag iedereen binnenkomen. Mag u ook komen, iedereen. Ik ben heel vrolijk en ik vind het geweldig. En de hele week is goed gemaakt door dat 91 minuten. Ja, je leeft van één week naar de andere week is trainen. Als u nou een Europa Cup gewonnen zou hebben, wat voor muziek zou u dan het liefst door het stadion willen laten schallen? Nou, de plaat wat ik would graag horen, als ik had die geluk om de European Beker te winnen, dan ik geloof dat de één plaat dat mij echt wat iets oppept. Toen ik nog een baby was, een schatje bovendien, zeiden alle mensen, jongen, moet je dat nu zien? Hij is om op te veten, maar het is wel een beetje raar. Nou, ik niet zo klein meer ben, heb ik nog niet veel haar. Kom op nou, pak een beest, en slaap met mij die kreet. Ik wil op mijn kop, en kan er breed op bij. En kan er breed op bij. En kan er breed op bij. Ik wil op mijn kop, en kan er breed op bij. En kan er breed op bij. Dat was later, hè, toen hij niet meer trainer was, klopt. Nog een kamerbreed tapijt? Zou dat zijn? Ja, toch? Ja, geweldig. Dan ging het om een kleedje tapijt op zijn hoofd, hè? Om een soort haarstukje zo op een of andere manier. Carnaval zitten, ja, ja, dat zal het dat zijn geweest. Ja, het was niet direct mijn genre, maar goed. Hughes was natuurlijk een entertainer. Het was een fantastische vent. Ja, nou ja, Barry is wel heel belangrijk voor mij geweest. Die heeft mij eigenlijk de kans gegeven in het betaalde voetbal op vrij jonge leeftijd. Dus ik had ook wel een speciale band met hem. Hij was echt mijn voetbalvader. We zijn met de bus naar Tsjechoslowakije geweest. En zingt hij dus halverwege zingt hij gewoon een uur liedje van Verelin. Nou, en dan zie ik de kijken en dan denk ik, wat is hier in de hand? Maar dat is zijn manier van doen. En hij is niks veranderd wat dat betreft. Dat doet hij nog steeds. Geen mens is zonder zorgen, geen mens is zonder pijn. Denk daarom niet aan morgen, alleen maar aan de gein. Het leven is al veel te kort en kent te veel verdriet. Denk daarom niet aan morgen en zing met mij dit lied. Kom op nou, pak een beest en slaap met mij die kreet. Ik wil op mijn kop en kan er breed op bij. En kan er breed op bij. En kan er breed op bij. Ik wil op mijn kop en kan er breed op bij. Kamer breed erbij, wil op mijn kop en kamer breed.
Deze documentaire is mede mogelijk gemaakt door het Centen IJsselhotel.